daar begint het allemaal mee. Zonder boom, geen papier, geen boek en dus ook geen boekenbeurs. Ik ga eens kijken wat deze boom te bieden heeft. De boom die hier staat is een afgekapte boom van de Leien. Dat is een afgekapte plataan. Als je in Antwerpen woont, dan weet je hoeveel bomen er gekapt worden. Dus eigenlijk is de bedoeling om er een tweede leven aan te geven. En ook na de boekenbeurs wordt er nog iets mee gedaan. Wat wordt er juist mee gedaan? Dus te zeggen, de mensen die een six-word story insturen en die de inzending winnen, die krijgen een prijs op een houten plaatje die van de boom komt. Een six-word story, wat is dat juist? Een six-word story is een verhaal die bestaat uit 6 woorden. Eigenlijk heel logisch. Ze kunnen dat hier schrijven en mee als een blad aan de stand hangen. Die six-word stories die dienen eigenlijk ook als inspiratie voor de kunstenaars Stijn Franken en Wiede Verknokken, die eigenlijk de dwarsboom-website als concept hebben bedacht. Nooit je chirurg bedriegen. Fluistert hij. Je leest maar 1 keer Joro. Ah, you only read once. Wel nee, je bent helemaal niet dik. Dank u, Anna. De boekenbeurs ontdekken in 6 woorden. Door boeken de beurs niet zien. Een onbeschreven blad wil niemand lezen. Choco houdt de boeken samen. Je kan ook scoren op de boekenbeurs. Goed boek doet je vliegen. Voilà, ik heb er zelf ook een verzonnen. Hij is helemaal op mijn lijf geschreven. Voor mij graag alle dagen feest.